Test. Dit is de eerste keer dat ik een podcast, vlog, blog, YouTube-video maak voor godegood.com. En test even deze microfoon. Ik hoor hem hier goed in mijn oortjes. Even kijken, links en rechts. Ja, dat is heel erg netjes. Nou, en dan kan ik nu gewoon doorpraten. Het gaat vandaag over regen. Kijk eens naar buiten en zie de regen. Druppels op de ramen. En wat doe je als je druppels op de ramen ziet? Dan kijk je en denk je: wat ga ik doen? Ga ik hier binnen blijven of ga ik een wandeling maken? Ga ik naar buiten of blijf ik hier? Ga ik een liedje schrijven? Ga ik even zingen of ga ik gewoon televisie kijken? Is er iets wat mij nu een bepaalde richting opduwt, Kan ik bijvoorbeeld iets gaan lezen of schrijven? Of ga ik gewoon filmen, net zoals nu, gewoon een podcast of vlog, een blog, een videolog, een online site waarop je dan ziet wie ik ben en waar ik vandaan kom en wat ik doe. Nou, ik kan wel even kort vertellen. Ik ben Stijn Gabeler uit Alkmaar en ik woon hier in Alkmaar op de Europa Boulevard 426. Dit is dus mijn woning. Dit is een van mijn uh, kamers. Ik heb ook nog een slaapkamer, die gaan we nu even niet kijken. Maar in de woonkamer zit ik heel vaak op deze bank. En dan kijk ik naar de televisie aan deze kant. Staat nu niet aan, want ik ben nu eventjes uh, niet met televisie bezig. Maar vaak ben ik met films bezig, zit ik in de bioscoop, kijk ik naar de televisie en kijk ik naar programma's. En een hele lange tijd heb ik gedacht van ik moet op internet iets doen, ik moet gaan vloggen, bloggen, weet ik veel podcasten. En nu ga ik het proberen. Nu ga ik gewoon eindelijk starten en denken van hé, hey, vertel gewoon je verhaal, kijk recht in de camera, kijk ook even een beetje naar links en naar rechts en doe gewoon je ding. Want gewoon je ding doen is een goed begin van het halve werk. En waar willen we naartoe? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik bereiken? Ik wil goede doelen kunnen helpen, dat vind ik heel erg belangrijk. Maar ik zie ook dat goede doelen fouten maken. En ik wil dus als journalist transparantie ontwikkelen. Dat is inzicht geven in hoe goed het gaat, maar ook wat er fout gaat. Er zijn heel veel dingen wat om geld gaat, maar het allerbelangrijkste is dat mensen geholpen kunnen worden. En dat mensen dus steun krijgen: mensen in hongersnood, mensen in armoede, kinderen die misbruikt zijn en mishandeld. Uh, nog steeds in grote landen waar uh, de taal niet eens goed beheerst wordt door mensen en mensen analfabeet kunnen zijn. Ik ben vorig jaar begonnen met praatnederlands.nl. Uh, sinds kort heb ik bepaald om nog maar één domein voor te zetten: dat is godegood.com. Uh, daar ben ik in 1999 mee begonnen, maar in die tussentijd heb ik ook filmklusjes.nl gehad. Uh, Filmchores.com voor internationale filmklusjes natuurlijk dan. Uh, allemaal in een Google Sites gemaakt met allemaal links en websites links. En uh, naar Wikipedia tot aan uh, YouTube en Soundcloud. En alles wat je maar op YouTube en Soundcloud ook kan vinden. Over bijvoorbeeld de wereld van films en achter de schermen. En op een gegeven moment kwam ik achter het idee wiewaarwat.tv. Want uh, wat stel je voor vragen aan iemand die een interview zet? Je vraagt die persoon wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je, of wie wil je zijn, waar wil je naartoe en wat wil jij gaan doen, en dan komen de woorden gaan en doen er weer in voor: dat is het go and do. En go the good richt zich eigenlijk op het bewust worden van wie je bent, waar je bent, wat je doet, wie je wil zijn, waar je naartoe wilt, wat je wil doen, en hopelijk ook televisieprogramma's gaat maken. Maar ja, we beginnen gewoon met vloggen online op YouTube en leuk dat je kijkt druk eventueel eventjes op de like en voeg je toe als subscriber want dat zeggen we natuurlijk altijd als je een vlogger bent en bij deze wil ik je dan ook bedanken voor het kijken en leuk dat je eventjes dit hebt kunnen volgen en bedankt en ik hoop dat je vaker naar deze vlogs gaat kijken dus druk op de volgbutton dat is volgens mij hier ergens onder en dan kun je natuurlijk elke week of elke maand of wanneer ik een post online zet het filmpje gaan zien. Dat kan, als het goed is, zelfs naar je e-mailbox gestuurd worden. Zodat je een update krijgt van: hey, er is weer een nieuw filmpje. En uh, wie weet krijg je dan gewoon op je mobieltje een piepje en zeg je: ik ga even kijken. Misschien is er wel weer wat interessant. Laat me weten waar ik het over kan hebben. Stuur een mailtje naar godegood.gmail.com. En uh, misschien heb je een leuke uitnodiging voor me. En dan kan ik een keertje langskomen. Kom ik filmen of gewoon geluid opnemen met de microfoon. Oh ja, die microfoon die staat hier. Daar heb ik een, een mooie shower sure op gedaan van uh, de IBC, die heb ik gekregen bij de IBC, uh, de International Broadcast uh, Conference, in uh, de rij is dat. En zo heb ik een aantal spullen hier. Ik heb hier nog zo'n camera, ik heb dus deze camera in mijn hand, maar dan heb ik nog zo'n camera. Twee van die camera's en daarmee kan ik dan natuurlijk van twee kanten filmen. Is heel leuk voor een interview, maar ook voor een gesprek tussen twee mensen. Film je beide mensen van links naar rechts en dan kun je ook makkelijk dat editen. Ik heb het mezelf aangeleerd, maar ik wil ook mensen helpen om dat te leren. Dus wil jij graag leren om te filmen? Of lijkt het je leuk om interviews te doen? En lijkt het je leuk om juist redactiewerk te doen of te fotograferen en misschien gewoon te schrijven, een deel analytisch mee te denken over nieuwe projecten of nieuwe ideeën. Stuur gewoon even een mailtje. Je kan me ook WhatsAppen. Het nummer staat er natuurlijk op de site bij het contact. En uh, hartstikke bedankt en hartstikke leuk. En ik hoop dat we gauw een keer contact hebben. Dat we als mensen elkaar gaan ontmoeten en dat we in gesprek komen. En dat we uiteindelijk onze ideeën met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar kunnen helpen om dat te realiseren. Succes en go the good!